Hallo allemaal, super tof dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. We hebben er lang op gewacht en we hebben veel selecties gereden. En nu is het eindelijk zover, de Brabantse kampioenschappen springen met Inspiration, Galante en Diesel. En ik heb er mega veel zin in. Ik ga van start in de klasse M. Ik moet als allereerste de ringing met Diesel. Dus ik zal snel goed mijn parcours moeten gaan leren. En daarna kunnen we van start gaan en ik heb er heel veel zin in. Tuurlijk ben ik ook een beetje zenuwachtig, maar ik heb er vooral zin in om lekker met mijn paardjes te gaan rijden. En hopelijk knallen. En opa is er! Ik ben me nu aan het aankleden. Nou ja, aankleden. Mijn laars aan het aandoen. Ik zet zo mijn cap op. Mijn jasje doe ik zo aan. En de paarden worden ook al opgezadeld. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Het is nu al 6:30 s'avonds. Dus het is echt super laat. En ik ben niet gewend dat ik vaak zo laat nog moet springen. Dus ik moet wel eventjes wakker blijven en goed focussen. En dan moet het toch gewoon goed komen. Ook gelijk nog even voor degenen die altijd willen weten hoe ik mijn haar naar onder mijn cap doe. Nou, het is niet zo moeilijk. Ik maak gewoon een hele lage staart. En ik heb ook best wel veel haar. Dus ik maak altijd een hele lage staart. En dan vouw ik het zo terug op mijn hoofd. En soms moet ik het ook 3 keer doen voordat het goed zit hoor. En dan doe ik van achter naar voren mijn cap op. En nu zie je dat ik hier ook allemaal haarplukken eronder uit heb. Dus dan doe ik het nog een keer. En zo, meestal binnen 2 of 3 keer, dan zit het helemaal goed. Toch? Ja, nou zit het wel goed. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rock it if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Come and catch me, baby. Ik ben foutloos met Wilstreams Diesel, dus dat is echt top en ik ga nu snel op Galante. Doei!
Ik kan het echt niet geloven. We gaan straks in de tweede mars. We beginnen met de Disney-mars. We gaan straks 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 met de Disney-mars. Goed, we zijn er klaar voor. I've been trying to find my way.
Somewhere in between you and me, it's a piece of magic that we need to release. Ooh, and now you're looking for a good time. I think you should take a chance and leave. And do you wanna get the mood right? I think you should take a chance and leave. Cause I've been on my way. I've been on my way for a long, long time. You've been on your way. En als eerste de
heel kort. Ik ben echt super dankbaar voor deze paarden. Het is ook echt wel heel hard werken, want ik heb er echt veel getraind de afgelopen tijd. En ik heb er veel voor gedaan. Dus dat ik dan nog zo'n medaille mag winnen, dat betekent heel veel voor me. En natuurlijk had er meer gezeten, want ik weet zeker dat ik het echt in die ene en die laatste bocht heb laten liggen. Dus dan ben ik toch altijd nog een beetje kritisch op mezelf. Maar nu is het gewoon goed en moet ik ook gewoon trots zijn en blij zijn. En ze genieten dan, alle paarden. Oh, wat hebben ze het nou zo zin. Ik vind het echt fantastisch, deze sport. Bedankt voor het kijken. Dit betekent echt wojo. Het is echt heel erg gaaf, hè? Oh, nou ja, in ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.